Dus even kijken of daar Sarah Hoogveld nog naar voren kan komen. De 223, ze hadden wel een enkele tikjes uitgedeeld daar. De vlaggen worden gezwaaid. En daar gaat nog een tikje, daar gaat nog een tikje. Er wordt een flinke losgebeuld hier in de damesklasse. Dus Monique Bloemers is daar het slachtoffer geworden in de Sirocco. 200 Simone Eilers, het lemmer staat er stil. En hier een drop, hè? En Monique Bloemers komt gelukkig nog weg. Kan nu de eenhaler eens in gaan zetten. Oh, 880 aan de leiding, Femke Goossens uit Didam. 869 op de tweede plaats, Renate Schipper uit Noordwolde met de Nissan Sunny. En op de derde plek is alweer gekomen de 223 van de Sarah Hoogveld uit Didam. Dus in de top 3, twee auto's van de thuisbasis hier in Didam. We gaan eens even kijken of ze dat vol kan houden, de 880 van de Goossens uit Didam. Hey, Goossens hier, op de vierde, de hand staat zo door. Ja, het is als eerste dame uit Didam, Femke Goossens aan de leiding. Ze is duidelijk te zien nu. De mist is geheel weggetrokken. Het prachtige zonnetje komt erdoor. De achterin in de damesklasse wordt flink gebeurd. 880, Femke Goossens. 869, 223, ook de dame uit Didam, Sarah Hoogveld. Gaat nu de aanval inzetten op de 869 van de Renate Schipper uit Noordwolde. Dat is een mooie strijd op de plekken 2 en 3. Maar het is Femke Goossens aan de leiding. 223 nu doorgeschoven naar de tweede plek, Sarah Hoogveld. Voor de 869, Renate Schipper uit Noordwolde. En Bloemers, Monique Bloemers heeft de wagen toch weer aan de praat gekregen. Na enkele schermutselingen in het achterveld. En daar is Femke Goossens uit Didam. Met de groen met de Astra aan de leiding. Op de tweede plek ook een dametje uit Didam. De 223, Sarah Hoogveld en de 869 van de Renate Schipper uit het Noordwolde. 117 gegeven is op de vierde plaats. 79 is net een opbouw is begonnen. Iris Hatsman uit Hogere Smelde. Inmiddels is de koploper al bezig met het dubbele van de achterblijvers. Kijken of dat nog problemen oplevert. Maar ze gaat zo dadelijk het zwart-wit geblokt zien hier van Getty. Ja, de dames paren elkaar niet. De inhaalmanoeuvre gaat niet geheel naar wens. En het is Sarah Hoogveld die steeds dichterbij komt, de 223. Maar het is toch de overwinning voor de 880. Femke Goossens op de tweede plek, de 223 van Sarah Hoogveld uit Didam.